Een nieuwe week en een nieuwe klus. We gaan met de vloer beginnen. De vloer in de schuur. De etage. Toen de bouwvakkers hier klaar waren, hebben ze aan de ene kant van de schuur een rij met betonblokken neergelegd om die op hoogte te krijgen. Aan de andere kant van de schuur de draagmuur gebouwd van betonblokken, ook op hoogte gesteld. En ze hebben 4 draagbalken, poetges, opgelegd. Met het idee dat ik het daarna van hun over zou nemen om er dus een vloer van te maken. De grote draagbalken die de bouwvakkers hebben geplaatst, die liggen gewoon aan beide kanten op het beton. Aan de andere kant van de draagmuur moet ik nog een kleine 1,5 meter overbruggen, ook met deze balken. En daarvoor moet ik eerst wat gaten gaan maken in de muur om die balken in te kunnen steken. Dus ik moet nog heel even doorbijten voordat ik echt met het hout aan de slag kan gaan. Goedemorgen. Wat zijn we bezig? Een gaten maken in de muur. Lawaai. Stof. Omdat het zo lekker koel weer is. Terug was de warmste dag van de hittegolf. Zeiden ze. Vandaag is de warmste dag. Oké, wat is het plan? Kijk. Deze muur hier. Dit is een behoorlijke draagmuur, 1,5 meter dik. En deze muur hier is ook een draagmuur van betonblokken, 20 centimeter dik. En hierboven moet dus een vloer komen en dus moeten er balken komen. Te liggen op de betonnen muur, maar die gaan in de stenen muur. Met andere woorden, ik moet dus gaten gaan maken in deze stenen muur. Nou zaten er al gaten in, achter mij. En dat waren de gaten voor de balkjes, voor het dak, plafond, van de kaven. De oude kaven waar we vanuit de keuken in konden om spullen in op te slaan. Nou, die is helemaal verwijderd. Dat heb je kunnen zien in ergens de tweede aflevering, denk ik. Dat de bouwvakkers hier al alles hebben gesloopt. Die gaten heb ik inmiddels dichtgemaakt met behulp van keien. En kalkzandmengsel, dus dat zit allemaal weer heerlijk dicht. Wat ik daar heb dichtgemaakt, ga ik hier opnieuw maken. En dat zijn er een stuk of 6, geloof ik, 7 gaten die ik moet maken. Het eerste gat is een groot gat, want dat is de eerste balk waar ook de trap tegenaan komt te staan. En ik had nog een restje van de poetges, de dikke draagbalken van de stal. Die past hier precies in, dus daar doe ik een lekkere dikke. Vandaar dat dit een groter gat wordt. Verderop worden de gaten kleiner, want daar komen dezelfde balken in als de tussenbalkjes, de solieven, tussen de poetges. En dat zijn niet per se kleine balkjes, dat zijn balken van ongeveer 6,5 bij 18 hoog ongeveer. Dat zijn de tussenbalkjes voor dit stuk. Overspanning is 1,20, dus dat komt er prima uit. Vanaf hier af aan is het gewoon adem in en doorzetten. Want ik ga eerst slijpen om de afmeting te maken. Wat stenen doorklieven. En dan is het eigenlijk altijd maar de vraag hoe groot het gat echt gaat worden. Want ja, het zijn keien, dus soms neem je een hele kei mee. Soms lukt het om een halve kei te laten zitten. Ik probeer het in ieder geval enigszins compact te houden. Het is nog geen midi. Het is volgens mij 11 uur en het is vandaag de heetste dag van de hittegolf. Dus ik kijk hoe ver ik kom.
Ik wilde in ieder geval een begin maken. Hier in de schuur is het nog redelijk te doen. Ik heb de poort dicht. De warmte een beetje buiten blijft. De zon staat nog aan de andere kant. Dus, nou, kijk hoe ver we komen. Dit is mijn beste vriend. Het eerste gat zit erin. Misschien heb je het al gehoord. De klok heeft geslagen. Midi. Pauze. Wat is het? De gaten zitten erin. Zoals gewoonlijk. Het viel een beetje tegen, maar ze zitten erin. Dus ik heb nou 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb 5 gaten aan deze kant gemaakt en aan de andere kant van de deur nog een 6e, de grote jongen. Tussenin moet nog wat komen, maar daar kom ik later op terug. En wat is dan de volgende stap? Om de bedjes te maken. De bedjes waar de balken op kunnen komen te liggen. De appui in goed Frans, de bedjes. Die ga ik even mooi op hoogte stellen, mooi vlak maken, laten uitharden. Dan kunnen de balken erin
En dan kan ik het eromheen helemaal gaan dichtstouwen. Zodat ook weer de muur zijn echte draagfunctie terugkrijgt. Nou was ik bij het maken van de gaten een beetje voorzichtig, of nou ja, voorzichtig, een beetje huiverig. Om met de grote boorhamer, keihard in die muur te gaan bonken. Ik heb ook veel met de haakse slijper gedaan. Daardoor was het hier heel stoffig, maar ik wilde gewoon voorkomen dat ik heel veel kracht in die muur zou gaan zetten. Waarom? Omdat ik voel een soort van zwaard van Damocles boven mij. Ik zal je laten zien. Kijk, want hier ben ik met de gaten bezig. En daarboven, daar ligt nog steeds die balk. En die ligt er niet heel stevig. En ik weet dat op die balk liggen een paar steentjes die dan vervolgens weer de stenen erboven moeten ondersteunen, waarboven dan weer de dikke poetjes van het dak op liggen. Dus zeker onder het ding, toch een beetje voorzichtig gedaan. Dat was ten koste van meer stof, maar het is allemaal heel gebleven, gelukkig. Kijk, en nog een leuk detail. In deze muren stikt het van het leven. Door die muren, dat is gewoon een soort dierentuin daarbinnen. Kijk, en zeker bij dit gat, daar lag allemaal gras en dat is nestmateriaal. Kijk, ik kom er gewoon een dode muis tegen. In je muur. Lekker toch? Nou, de gaten zitten erin. Ook in mijn handschoen trouwens. Dus het is nu echt tijd om het hout erbij te gaan halen. De eerste balk die ik ga plaatsen, die maak ik extra dik. Dat is nog een stuk van een poetge, een draagbalk, die ik hier in de stal heb gebruikt. Die hou ik nog liggen. Die gebruik ik als eerste. Want daar komt straks de trap tegenaan. Vind ik een fijn idee dat dat gewoon even lekker een extra stevig balk is. En dan ga ik daarna verder met de solieven, deze. Maar omdat er een hoogteverschil is tussen de hoogte van een poetge, 28 centimeter, en de hoogte van een solieve, een kleine 18 centimeter, heb ik hier twee balken van 10 centimeter hoog. Om dat hoogteverschil grosso modo te kunnen helpen overbruggen. Dus die balkjes van 10, balkjes van 10, die heb ik als eerste nodig. Dus ik moet het even gaan uitgraven. Want ja, kijk, het fijne van een hangar is dat je daar kunt opslaan. Het nadeel van een hangar is dat er altijd zoveel wordt opgeslagen. Dus als je wat nodig hebt, moet je altijd eerst behoorlijk gaan graven. Dat is natuurlijk eigenlijk niet handig, hè. Dan leg ik dus van hier leg ik het nu op het OSB. De OSB heb ik straks ook nodig. Of nou ja, straks. Ik ben nog even een paar uurtjes zoet met deze balken. Maar uiteindelijk kom ik bij de OSB. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik niet denk dat dat nog deze aflevering is. Als je nou trouwens denkt van ja, hij komt steeds met die Franse termen. Poetge, solieve. We gaan een vloer maken, dat heet een plancher. En wat ik gewoon merk is, ik heb hier
het vak van bouwvakkeren geleerd van de Fransen. Ik heb dat in Nederland heb ik dat nog nooit eerder gedaan. Ja, zeg maar even een zolderkamertje maken, dat niveau. Doe het zelf, maar niet het bouwen. Dus alle termen, ook van het gereedschap en zo, heb ik in het Frans geleerd. En dus ook van de houtmaten, de solieven, de bastin, de poetgen, dat soort dingen. Maar om jullie nou een beetje te helpen, mee te komen in die terminologie. Kijk, als je een vloer gaat maken, dan begin je altijd met de poetges. Dan kun je daarna de solieven plaatsen en bovenop heb je je plancher. Goed, hè? Als je trouwens geïnteresseerd bent in echte, authentieke, aan de Franse slag merchandise, t-shirts, hoodies, petten, schort, kookschorten, kunnen ze gek niet verzinnen. Hieronder in de beschrijving staat een link, kun je het allemaal vinden. Inclusief deze dus. Als je nou zelf een verdiepingsvloer gaat maken in je Franse huis of ergens anders, ja, dan moet je dus eigenlijk wel dit t-shirt aan. Dat vind ik eigenlijk toch wel. Ik heb hem in ieder geval aangetrokken. De balken zijn vrij. Here we go. Ik heb toch even gecheckt in hoeverre de balken nu in één vlak liggen. Want ik weet dat de bouwvakkers hebben gewoon net een cementlaagje aangebracht op hoogte met een laser en daar de balken op gelegd. Ja, dat hoeft dan niet te betekenen dat de bovenkant van de balken in één vlak liggen. Nou, dat heb je nagemeten. Dat was ook niet zo. Dus ik heb nou allemaal opvulplankjes gemaakt die her en der onder de balken gelegd moeten worden, zodat daarmee de balken in vlak om te liggen. Alleen die balken zijn best aan het gewicht. Dus ik moet even een trucje doen met een hefboom en een extra paar handen. Kijk, en voor zoiets is het fijn om altijd een voorraad oud triplex te hebben in verschillende maatjes, om dus de juiste hoogte te bereiken. Triplex nooit weggooien. Ja. Want de bedoeling is dat ik deze balken ga optillen. Optillen. Oké. Okay. En dan ligt hier een plaatje klaar. Ja. Die jij er dan onder moet schuiven. Je klaar voor? Ja. Daar is wat ik er klaar voor. Prima. Yeah.
Nou, ik dacht even de balken afstellen. Maar dat is een flink sjouwpartij geworden. Want die balken zijn behoorlijk aan het gewicht. Maar ze staan nou in het vlak. En hoe? Kijk hier. Hier en net bovenop. Daar raakt hij hem ook nog erbovenop. Hier ligt hij erbovenop. Daar zie je de laser nog. En zelfs hier bij de achterste zit de laser nog op de balk. Dus alle balken zitten binnen de dikte van een laserstraal. Nou, dan heb je eer van je werk. Toen heb ik het idee dat er in zo'n stoorzender zit of zo. Ik weet niet. Ik kan officieel verklaren dat het hoofdstuk poetges nu gedaan is. Want ik heb alle poetges afgesteld qua hoogte. Ze liggen mooi in het vlak. Ik heb ze mooi parallel gesteld waar nodig. Behalve die laatste tegen de muur, want ja, die wordt natuurlijk gewoon bepaald door de muur. Aan die kant zijn ze geblokkeerd door de liggers van 10 hoog. De liggers heb ik zowel in het beton vastgezet als in de poetges, zodat het mooie één geheel geworden is. Aan deze kant heb ik het gewoon met een beugel in het beton gedaan. En dat heb ik puur gedaan omdat ik nog niet weet hoe ik het aan deze kant dicht ga maken. De kleine poetge hier ligt op zijn plek. Afgesteld qua haaksheid. Ook opgesloten met de balken. Ook op hoogte. Dus ik heb hier nu een hele mooie basis waarmee ik aan de volgende fase kan beginnen. Want na de poetges komen de solieven. Dus ik ga nu met de solieven beginnen. Eerst de kleintjes aan de andere kant. Hier zo, de dwarssolieven, die komen daar in de gaten. En als ik die heb gedaan, ja, dan moet ik eerst even zorgen dat de solieven ook aan die kant in de muur geborgd zijn. Dus dat is nog even een tussendoortje. En daarna kunnen hier alle balken erin. Kijk, en je werkt in een oud gebouw, niks is haaks. Dus dan moet je soms even zoeken waar je dan je referenties vandaan haalt. Dus deze eerste poetge, de dichtst bij de poort, dat is mijn referentie geworden. Want ik wilde deze poetge parallel hebben met de draagbalk poetge van het dak. Want ik ga straks hierbovenop een wand moeten maken van een dikke 3 meter hoog. En dan kan ik die wand mooi afsteunen tegen die draagbalk van het dak. Dus ja, je moet ergens een referentie vandaan halen. Dus ja, nou ja, de poetge van het dak was de referentie voor de poetge van de vloer. Ja, en verder, hoe bepaal je nou de posities van zo'n wand? Want ja, die staat ook maar ergens in de ruimte. Ik had het geluk dat beide stenen wanden, die en die erachter, behoorlijk parallel liepen. Dus voor de betonnen muur heb ik gewoon het gemiddelde van eigenlijk beide wanden genomen. Dus zo is het een beetje zoeken naar waar je de referentie vandaan haalt. Dus zo heeft alles nu zijn plek gekregen en zit het ook flink vastgebouwd. Dus dat gaat nergens meer naartoe. Dan is het nu tijd om door te gaan naar de volgende afdeling. De solieven. Midi. Pauze. Tot zo. Dicht houden vanwege de warmte. Des te langer is het hier uit te houden.
wel dat even een lichtje aan moet steken. Welkom op het plafonnetje. Ik heb alle balken op maat. Het begint al een beetje de feel te krijgen van een vloertje, maar we zijn er nog lang niet. Want nou moeten al deze balken, de solieven, op hoogte worden gesteld. Dus de good old laser staat weer klaar. En dan vraag je misschien af, was het niet mogelijk geweest om deze bedjes exact op hoogte te krijgen? Nou, ja, in theorie wel. Maar kijk, in praktijk zijn al die balken ook niet even hoog. En moet ik eerlijk bekennen, heb ik de volgorde niet helemaal ideaal aangehouden. Komt straks nog de vraag, wat komt er eigenlijk tussen die solieven en die eerste poetgen? Want daar zit nu nog een gat. Kom ik zo op terug. Ja. Stukje naar mij toe. Ja. Zit u er goed tegenaan? Ja. Nou, en de volgende stap. Het dichten van de gaten en daarmee het blokkeren van de balken in de muur. Ik ga eens even drinken. Misschien komt het nou een beetje over alsof ik er heel erg vanuit de hoogte doe. Maar dat is niet zo bedoeld. Maar het is wel zo. Ik sta op mijn steigertje en hier moet ik even iets speciaals doen. Want dit hier is de eerste dwarspoetge, zal maar zeggen, waar de trap tegenaan komt. Dit is de eerste solieve in het rijtje. En dat rijtje gaat nu helemaal door naar achteren. Alle balken zitten erin. En alle balken zitten vast in de muur. En ze zitten aan de andere kant vast in het hout. Dus dat gedeelte is klaar. Dit gedeelte is klaar. Maar hier missen nog twee balken. Twee solieven. Zo. En waarom ga ik hier nou iets speciaals doen? Kijk, hier zat dus een doorgang.
Die loopt door naar beneden, een smalle doorgang. Die heb ik inmiddels dichtgemetseld. En hierboven zit een latij. We hebben ze hier van beton een latij gestort. Met hele smalle zijkantjes. En de latij zelf is heel creatief, want aan de achterkant loopt die schuin omhoog. Wat is nou het probleem? Kijk, eigenlijk moet hier gewoon een balk komen die hier zo met een gat in de beton, in de muur, dus in de latij, kan afsteunen. En hetzelfde hier precies op het randje van de latij. Nou weet ik niet of je de eerste of de tweede aflevering hebt gezien van dit seizoen. Maar ik weet dat het dezelfde partij is die dit heeft gemaakt als die de voormalige slaapkamer heeft gemaakt die hier eerst was gebouwd, ook van betonblokken. En die we in de eerste twee afleveringen, drie afleveringen, hebben gesloopt. En een van de constateringen was dat bij de bouw van die slaapkamer, dat er op geen enkel moment ijzer is gebruikt. In de vloer zat geen ijzer, in de wanden zat er geen ijzer. Dus de kwaliteit van bouwen van die partij die dat toen de tijd gemaakt heeft, die acht ik niet heel hoog. Aangezien zij dit ook hebben gemaakt, heb ik zo'n donkerbruin vermoeden dat dit gewoon één grote bak beton is. Maar misschien wel zonder ijzer. Dus ik heb, laten we zeggen, beperkt vertrouwen in deze latij. Daarom heb ik, toen ik deze ging dichtmetselen, er zitten twee wiggen heb ik erin geslagen. Zodat er een beetje spanning zit op nieuwe muur en latij. En vervolgens heb ik de boel helemaal dicht gedouwd. Goed onder spanning gezet met beton weer. Met andere woorden, deze latij steunt nu op deze muur. En dat vind ik al een fijner idee. Maar om nou het lot te gaan tarten door hier nog eens een keer een groot gat in te gaan slijpen en hakken en boren, om daar dan die balk in te steken. Nee. Nee. Dat ga ik niet doen. Dus wat ga ik wel doen? Ik ga hier een balk voorplaatsen die aan de uiteinden hier en hier in het hout vastgezet gaan worden. Daarnaast gaan er een paar flinke keilbouten in de muur, dus ook in de latij, zodat die balk zelf eigenlijk niks te dragen heeft. Dat vind ik een fijner idee, dat ik in die zin de latij heel laat geen grote gaten ga maken. Ik durf best wel het gewicht van die balk en dus dit vloerdeel hier aan op te hangen, aangezien dit nu ondersteund is. Dus hier komt de balk. En als die er tegenaan zit, komen daar dan twee dwarsbalkjes weer tegenaan. Hier tegen het hout geschroefd en aan die kant opgelegd op het hout. Dat zijn de laatste twee. En als die er tegenaan zitten, dan is dit deel klaar om het OSB te ontvangen. Moeten ze nog heel even geduld hebben, dat wel, want ik ga eerst de andere kant, het grote oppervlak, moeten voorzien van solieven. Pas als alles helemaal klaar is, dan gaat de OSB eroverheen. Maar ik kijk wel naar uit dat dit deel in ieder geval voorzien is. Nou, balkje plaatsen. You reflect in everything.
Balken zitten erin. Dit stuk van de vloer is klaar om de OSB te ontvangen. Maar ja, daar gaan we nog even mee wachten. Maar het is toch altijd leuk om er toch even een vloertje van te maken. Dus ik knal er even een paar stijgerplanken op. Ik heb de trappen klaargezet. Laten we eens kijken hoe het er boven uitziet. Het is zo warm hierboven. Al een steuntje. Kijk, wat ik altijd zo bijzonder vind aan dit soort klussen, is dat je bent iets aan het bouwen waar je vervolgens letterlijk op gaat staan. Niet van het formaat opstapje, maar gewoon van het formaat huis. Gewoon door het feit dat ik er nu op kan staan, ja, dan realiseer je zeg maar wat je aan het bouwen bent. Dan straks die balkjes er ook nog in zitten, OSB-vloer erop. Nou, het is een behoorlijk oppervlak. En ook door hier te staan krijg je pas weer het gevoel over hoeveel ruimte er nog boven je overblijft. Hoe hoog of hoe laag het dak is. Ja. Je kunt gewoon onder deze balk nog doorlopen. Dat is wel cool. Ik zal jullie er ook eens voorbij halen. Nou, jullie ook welkom. Kijk rustig even rond. Doe alsof je thuis bent. Even uitrusten. Kijk, en hier achter mij, hier ligt dus de balk van Damocles. Daarboven liggen wat stenen die de muur erboven weer stutten en dus ook het dak. Ik kan niet wachten tot Thomas en Kevin weer terugkomen en dit keurig netjes gaan regelen. Dat dit weer een stevige muur wordt. Ja, en wat hier ook nog gaat gebeuren, want aan de andere kant van deze muur is zeg maar de zolder boven onze huidige woonkamer, de oude woonkamer. En hier achter mij, hier komt dus nog een deuropening. Waar dit ooit bedoeld voor was, neem ik aan om een gat te maken, om een opening te maken. Dat gaan we ook daadwerkelijk nog doen, want hier komt ook een deur om dus door te steken naar de andere kant. Nou, dat wordt ook nog wel een projectje. Maar dat laat ik lekker aan Thomas en Kevin en dat zal wel heel even duren, denk ik. Heel mooi geweest. Even goed nachtje slapen en dan aan het spijkerfeest beginnen. Maar dat is voor volgende week. Want de aflevering voor deze week, die zit erop. Ik zeg tot de volgende keer. Vond je dit een toffe aflevering? Even een duimpje omhoog. Hieronder kun je abonneren. Dan kun je zien hoe ik volgende week doorga met de rest van de vloer. En wil je die aflevering niet missen? Even dat belletje aanzetten. Maar ja, dat wisten jullie natuurlijk al lang. Nou ja, en dan rest me nog één ding te zeggen. Tot de volgende keer. Ha ha ha!